Goedenavond iedereen, welkom bij Wheel of Misses. De bekendmaking van de top 3 van Mr. Gay Belgium is zojuist geweest. En naast mij staat de man met de meeste titels. Niet alleen Mr. Sympathie, niet alleen Mr. Charity, maar ook first runner-up van de avond. Goedenavond Gerrit, zeg het eens, hoe ging er in je om telkens als je naam genoemd werd? Ja, sympathie is een eerbetoon, als ik het zo mag zeggen, onder de kandidaten. Hoe ga je daarmee om als je je naam hoort? Voor mij persoonlijk bedoelt dat heel veel, of bedoelen is het verkeerde woord eigenlijk. Ik vind even de woorden niet natuurlijk, maar betekent dat heel veel natuurlijk in die zin dat ik iemand ben die altijd mijn hart uitdraagt naar anderen naartoe. En als je dat dan als bedanking terugkrijgt, is dat heel mooi. Charity, de titel daarbij, ik wist dat ik heel veel ervoor gedaan had en dat ik heel veel pralintjes verkocht had voor het goede doel. En dat is ook belangrijk dat de volgende jaren of de volgende activiteiten kunnen gesteund worden daardoor om boodschappen te kunnen verkondigen. En dit jaar. Dat is de kers op de taart, zeker en vast voor het lintje dat ik draag. Omdat het bewijs voor de lotgenoten kan zijn van spreek erover. En ik heb een stem proberen zijn voor zij die er niet durven over spreken. En blijkbaar is het gelukt om toch die stem te kunnen verkondigen, dat ze er moeten blijven in geloven. De top 3 wordt vervolledigd door Jamie, natuurlijk de nieuwe Mr. Gay Belgium. En ook door Injas. Ben je blij met de rest van de top 3? Wie dat het geworden had, maakte mij niet uit. Ik had het gevoel daarnet van, we hebben gedaan wat we konden doen. Vooral naar mij persoonlijk toe. Ik kan de medefinalisten hun gevoelens niet beschrijven daaromtrent. Maar ik heb gedaan wat ik kon doen. En ik ging blij zijn met elke plaats die ik kon bekomen. En dat ben ik ook. En de top 3 is een waardige top 3. Ze hebben allemaal hun inzet gedaan. En ze zijn gekozen door het volk en de mensen. En dat wil zeggen dat het de juiste top 3 is. Nu, je zegt het juist, je hebt een hele mooie campagne, je draagt je lintje ook. Bij de trouwringen act kon ook zien dat je ook een heel groot rood lint vast had. Kan je voor de kijkers eens net iets meer uitleg geven? Dat is het HIV-lint natuurlijk. Dat is het symbool van iemand die seropositief is. Die wil daarvoor naar buiten komen. Daar wil voor gaan strijden eigenlijk. Daarmee wil naar buiten komen. Sympathisanten dragen dat ook natuurlijk, zo'n lintje. En ik zelf ben seropositief geworden eind december 2005. Begin december 2015 is mijn diagnose gesteld. Ik heb daar een tijdje over gedaan omdat te bevatten en hoe ga ik daarmee omgaan. Maar toen ik dat voor mezelf uitgemaakt had, was dan ook de keuze gevallen om er op deze manier mee om te gaan, om een steun te wezen voor anderen. En ik denk, ik wil niet ijdel klinken, want zo zit ik niet in elkaar om te gaan, mezelf te gaan verkopen met slechte bedoelingen. Maar ik wil anderen altijd helpen en dat staat wel op zijn plaats op deze manier. Dankjewel. Mensen thuis, u kunt het horen. Mr. Sympathie, zeker de titel waardig. Zeker met het hart op de juiste plaats wat dat mij betreft. En heel veel succes als ze jaar als eerste ereheer.